Over een jong meisje die droomt van een eigen paard, zoals vele jonge meisjes. Maar in de plaats krijgt ze van haar papa een zeepaardje. Dus dat het dan allemaal in zijn werking gaat, als ze toch aan de paard geraakt, dan moet je dat boekje maar kopen. Dus ik heb dat boekje eigenlijk niet gekocht voor de rijk van te worden. Ik heb dat 4 jaar geleden geschreven. En via Facebook heb ik Jessie leren kennen, die de tekeningen gemaakt heeft en die eigenlijk een beetje een soulmate is. En ik zei tegen haar van, allee, kom, ik heb hier dringend tekeningen nodig. Ik wil dat boekje laten drukken en op een evenement voorstellen. Dus volgende week is er in Tillegenbos in Brugge een show van Arabische volbloem. Veel bling bling en zo. Eigenlijk niet echt mijn ding, want ik hou van alle paarden, Arabisch of niet. Ik had haar een boekje voorstellen en Silky had haar in de ring ook met Laura, een jong meisje, een showtje geven. En ik zei, omdat niemand jaloers zou zijn van mij of denken dat ik een dikke nekker ben, van een meide die schrijft daar een boek en bla 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 bla. Wat gaat ze met dat geld doen? Dat geld interesseert me niet, want alle centen zijn erin. En het is echt een deficitair ding. Maar toch, allee, wil ik mijn best doen dat ik een mooie check aan Iris kan geven. Ik heb Iris gegoogeld. Ik zei tegen mijn man, dat boekje, als ik er geld aan over heb, wil ik dat weggeven. Maar ik zeg, ik wil dat weggeven aan een goed doel, want er zijn veel sukkelaars in de wereld. Ik zeg, aan wat zou ik dat geven? Zou ik dat geven aan Blauw Kruis, aan een weeshuis? En hij zei, google de keer, goed doel voor paarden. Dus ik heb dat gedaan en ik heb dat per dito ontdekt. En ik ben dan een tijdje geleden naar Iris op bezoek geweest. En ze had dan verteld van die diefstal. En ik heb dat dan verteld aan mijn man. En hij zei, amai, dat zeg. En ik zei, ja, het dringendste dat ze nodig heeft is leedroops. En dat kost 25 euro voor één. En hij zei, ja, en hoe ziet dat eruit? En wat is dat, een leedroop? Ik zei, ja, dat is een lang touw. En hij zei, jawel. En zegt hij, ik ga vragen in de haven aan de zeilers voor touw te geven aan mij. En dan ga ik daar zoveel mogelijk leedroops voor Iris voor maken. En mijn zusje die werkt bij Jan Dupont van de Kaas. En ik heb gevraagd aan haar voor een mooi prijsje te maken voor Iris. Zodat meer centjes, hoe meer sukkelaars dat we redden. En allee, ik ga nu stoppen, maar ik ga gewoon nog een keer mijn affiche tonen. Nou, ladies. Allee, music. Ik heb het even duim gezogen. Hij kan hem meenemen.